Hij is voorgedragen door de gemeenteraad en daarmee lijkt zijn vertrek zeker. Burgemeester Den Oudste verruilt Enschede voor Groningen. Inmiddels van plek gewisseld, hij zit aan tafel. Welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. Het is wel iets heel bijzonders voor u, denk ik, of niet? Op 62-jarige leeftijd dit nog eens even gaan meemaken. Weet je, het is op het ogenblik natuurlijk toch niet meer zo dat je met 62 zo oud bent dat je niet meer kunt werken. Dat was vroeger echt anders, merk ik. En het tweede is als je je echt fit voelt en je bent... je houdt een beetje rekening met de gemiddelde levensverwachting van ons allemaal. Dan kan ik nog heel wat jaren uitstekend werken. Moet een burgemeester tot 67? Dat is ook weer zo van liever niet, maar moet hij. Maar hij mag tot 70 en dan moet hij er echt mee ophouden. Oké, nou zei ik al aan het begin van de gemeenteraad van Groningen, die ziet het wel zitten. Maar wat is nou de procedure nog? Want het is nog niet helemaal zeker, hè? Zo goed als, maar... Het is eigenlijk heel simpel. Het is net als ieder andere baan. Je solliciteert, dus je moet een briefje schrijven. In mijn geval doe ik dat aan de koning. En dan kom je in een procedure terecht. En dan wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor een gesprek. En als dat gesprek een beetje loopt, dan gebeurt er nog van alles. En dan uiteindelijk dan komt zo'n vertrouwenscommissie. Die komt tot de conclusie dat ze de een of de ander moeten aanbevelen. Ja, en dat is een beetje zo loopt dat. Zo loopt dat dan. Nou, daar bent u goed doorheen gekomen. Allemaal van Dat is het blijkbaar wel, ja. Ja. Maar waarom dan nog deze uitzending? Of uitdaging, letterlijk een stap omhoog als je kijkt naar de geografische ligging? Dat vind ik wel een goede uitleg voor de stap omhoog. Ja, kijk, dit is natuurlijk nooit een sluitend antwoord. Hè? Maar ik werd deze zomer geattendeerd op het feit dat die vacature er was. Ik heb naar de profielschets gekeken. Ik vond zelf dat ik daar vrijwel volledig aan voldeed. En dat komt niet zo heel vaak voor. Ik ben een man van het noorden, hoewel Enschede en Twente mij langzamerhand wel aardig onder de huid zitten, eerlijk gezegd. En dat zal ook nooit overgaan. En ik heb gedacht van, ik heb hier 9,5 jaar natuurlijk met veel energie en ook veel plezier gewerkt. En als ik iets wil nog, dan moet het nu. Ja, maar waar zit hem dat dan in? Wat is dan net dat beetje extra waarvoor u zegt van, daar ga ik nog een keer voor verhuizen, maar nog weer helemaal in zo'n hele nieuwe organisatie invreten, met helemaal echt ervoor gaan? Nou, ik denk dat dat met Groningen zelf te maken heeft. Het is een hele grote stad, 200.000 inwoners. De belangrijkste stad van Noord-Nederland. En de ontwikkeling van Groningen is eigenlijk bepalend voor het hele gebied. En als ik daar nog verschil kan maken en een bijdrage kan leveren, vind ik dat heel erg leuk. Oké, u noemde u zelf net een man van het noorden. Maar volgens mij geboren in een ander deel van het noorden, hè? Friesland. Ja, dat klopt ook. Ja. Ja. We gaan het u namelijk moeilijk maken. Nou. Want je gaat nu naar een ander deel van het noorden toe, Groningen. Ja. We hebben even een kleine kennisquiz opgesteld met dank aan onze collega's van Radio TV Noord. We gaan een aantal fragmenten horen. Groningse uitdrukkingen, woorden en graag uw antwoord. We beginnen met nummer 1. Ik ben Friestalig opgegroeid, maar dit gaan we eens even bekijken. We gaan het meemaken. Wel wat een fladderakje is. Laten we hem nog één keer doen. Een fladbakje. Wat nu eigenlijk wel wat een fladderakje is. De vraag is of u weet wat een fladderakje is. Een fladderakje? Ik heb geen idee. Een echte Groninger zou het moeten weten, maar dit is het antwoord. Een fladderakje, dat is een grunnersliqueurtje met citroen, knuil. En dat geeft de borrel een specifieke smaak. Ik kan u vertellen, in 1997 bijna verdwenen uit de stad Groningen het fladderakje. En dankzij de inzet van mensen die daarvoor gingen, bestaat het fladderakje nog. Dan is het te drinken, want je hebt er blijkbaar verstand van. Ik heb er verstand van, ik heb het ook geprobeerd in de tijd. Ik heb ook een fles meegenomen, die staat nog steeds thuis. Maar het hoort wel echt bij Groningen. Dat is helemaal goed. Oké, we gaan voor nummer 2. Oh, hemel. Gaan jullie een Olders vrouw ook een hak voor een leukje potje? Ja, hij valt niet mee. Graag een herhaling. Gaan jullie een Olders vrouw ook een hak voor een leukje potje? Mensen, help mij eens of even. U vroeger thuis, ik zal hem vertalen. Het gaat om een lutjepotje. Of u thuis vroeger een lutjepotje had. Ja, dit is wel heel erg natuurlijk. Een lutjepotje. Een lutjepotje. Ik heb geen idee. Daar komt ie. Met een lutjepotje bedoelen we een klein kind. Zeg maar een baby.
Een baby. Oh, dat is, ik begrijp het nu. Het is wat ze in het Fries zeggen, een Lietse poppen. Dat heet in het Groningen een lutje potje. Ja, je hebt in Groningen een hok, een soort van konijnenhok. En kan je in de tuin zetten en dan kan je je baby instoppen. En dat noemen ze dan een lutje potje. En okay. Tenminste, het hok noemen ze een lutje potje. Het is een beetje een volksgebruik om baby's daarin... Ja, dat vinden ze daar heel gezellig. Maar het is al heel lang geleden. Toen konden gewoon mensen zelf doorwerken op het land. Ja. En ging het op die manier door. Ja. Maak het niet te moeilijk hoor. De derde en laatste. En kun je eigenlijk wel een beetje neuten schuiten? Ja, lustig houdt. Neuten schuiten. Neuten schuiten. Kun je eigenlijk wel een beetje neuten schuiten? Ja, lustig houdt. Neuten schuiten. Nou, schuiten, dat zou wel schijten zijn. Maar wat is het schieten? Ja, ik zou het advies van de buurman nemen. Dat is schieten. Noten schieten? Noten schieten. Neuten schuiten. We gaan voor het antwoord. Neuten schuiten. Oftewel, noten schieten. En dan is de bedoeling dat je met een steinkogel, een riegen, neuten, walnoten van een lijntje schieten. Het zeurde boel van Groningen. Ja, het zeurde boel van Groningen. Klootschieten van Groningen. Ja. Ja, ja. Er moet nog wel wat gebeuren, meneer de Nauwste. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het hier niet om gaat. Die woorden die komen vanzelf wel. Het is wel een uitdaging, wel iets heel bijzonders. Een aantal mensen uit Groningen in de directe omgeving waar u mee te maken krijgt, hebben daar wat over gezegd. Ik ben benieuwd. Het is een hele ervaren bestuurder met een duidelijke binding ook met het noorden. Hij is een echte bruggenbouwer. Heeft dat ook laten zien in Twente en het samenwerkingsverband dat daar is. Groningen krijgt daar iemand die echt volgens mij heel geschikt is bij deze jonge raad en jonge wethouders. Ervaren man, verstand van veiligheid. Ik denk een prima keuze. Ja, prima keuze. Zowel uitgesproken door de voorzitter van de commissie, geloof ik, die de keuze heeft bepaald. En meneer Vreeman, op dit moment burgemeester. Een jong team wat u daar moet gaan doen. Uitdaging? Ja, absoluut. Het is sowieso nieuw, hè? Dus dat is sowieso een uitdaging. En het feit dat, ze hebben niet voor niks een profielschets gekozen van iemand die toch wat ervaring meebrengt. Dus een jonge raad, dat herken ik natuurlijk, dat heeft Enschede ook. Enschede heeft ook een jong college, hè? De eerste loco van Enschede, loco-burgemeester van Enschede is 30 jaar. Ja. En datzelfde speelt in Groningen ook. Dus het is op het ogenblik toch wel... Kijk, het zijn beide universiteitssteden. En dat is ook wel het mooie van zo'n nieuwe verkiezing. Je ziet het in Raad verjongd. Zit beneden de 40 jaar, ook in Groningen. Dat is echt jong. Ja. En dat die nieuwe generatie eraan komt, hè, die drukt ons er een beetje uit. Hè, en dat zo hoort het ook. Kijk, zo hoort het ook te gaan. Nog even de kennis meegeven, dan neemt de jeugd het over. Je moet eigenlijk mensen de gelegenheid geven om in te groeien. Ja, maar die gaat u die kant op? Januari. Januari gaat het gebeuren. Oké, dankjewel. Heel veel succes ook.